Wij heten u welkom bij ons natuurreservaat Vulefjället en haar omgeving. Om dit gebergte heen vindt u een netwerk van Noorse en Zweedse bedrijven. U vindt hier onder andere boerderijen, jeugdherbergen, motels, campings, cafés, musea, natuurgidsen, hengelsportspecialisten, sneeuwscooterverhuurbedrijven, hondensledenclubs, winkels enzovoort. Kleine bedrijfjes met grote belevenissen die er alles voor doen het u naar uw zin te maken. Er gebeurt hier altijd iets, het gehele jaar door. Voorjaar, zomer, herfst of winter. Deze film heet u welkom bij het meest zuidelijke natuurreservaat in de Zweedse bergen. Dit pad loopt omhoog naar een waterval die Njupeskär heet. Deze is 70 meter hoog en is daarmee de hoogste waterval van Zweden. Je kunt hier duidelijk zien hoe het water gedurende duizenden jaren diepe sporen in de rotsen heeft gekerfd. Het water komt uit meren op de hoogvlaktes. En wanneer je hier beneden staat en omhoog kijkt, is het moeilijk voor te stellen dat alles hier ooit zeebodem is geweest. Pas dan begrijp je welke radicale veranderingen er op aarde hebben plaatsgevonden. De mens is eigenlijk heel klein in vele opzichten en dat is duidelijk te merken wanneer je aan de voet van deze berg staat. Zo zagen de meeste bossen eruit hier in de bergen, voordat ze gekapt werden en tot papier en planken verwerkt. Tegenwoordig is dit bos een natuurreservaat, opdat wij en alle komende generaties een oerbos kunnen zien en beleven. Een bos dat zijn eigen gang mag gaan en waar wij niets beïnvloeden. Moderne commerciële bossen zien er heel anders uit. Zij doen eerder denken aan grootschalige boomakkers, waar alle bomen precies even hoog zijn. Maar juist in deze oude bossen ontstonden alle sprookjes. In deze bossen woonden de trollen en hier ontstonden de legenden over de bosnimf en de watergeest. In de ravijnen aan de voet van het gebergte groeien bepaalde gewassen die speciaal aangepast zijn aan de ijle lucht in de bergen. De grond is hier zeer vruchtbaar en alles groeit er goed. Slechts een kilometer verderop zijn de bergen kaal en overleeft zelfs de dwergberg niet. Maar hier staat het vol met prachtige bloemen en bessen. Dit soort natuur is zeer gevoelig en in een reservaat moet de natuur zo ongerept mogelijk blijven. Daarom moet u op de aangegeven wandelroutes blijven en lopen op de planken die als paden dienen over de vochtige delen van het reservaat. Half augustus zijn de gele kruipbramen rijp en de zomer eindigt in een zee van fantastische kleuren. In zeer korte tijd verandert er hier ongelooflijk veel.
Bosbessenstruikjes, heide en dwergperk zijn planten die gehele bergflanken in vuur en vlam zetten. En de ijle heldere lucht kondigt de winter al aan. Er ligt hier 's winters altijd sneeuw. Tientallen kilometers duidelijk aangegeven wandelpaden door de sneeuw geven u een heerlijk gevoel van vrijheid. Er zijn ook vele goed onderhouden langlaufsporen die u door de gevarieerde natuur leiden. In ons reservaat zijn tevens skicomplexen. En aan de Noorse kant van het gebergte, in Jørdalen, vindt u een fantastische helling om lekker vanaf te sleeën. Als u hier de weg wilt vinden naar dit soort kleine hutjes, is het raadzaam om de uitgezette winterroutes te volgen. Maar wat is er dan te doen zo hoog in de bergen? Hierboven hebt u een schitterend uitzicht, een gevoel van vrijheid en de gewaarwording dat dit een unieke omgeving is. Zwinters bevriest de waterval tot een golvende ijsmuur. Waaghalzen klimmen via het ijs naar boven. Maar er is zowel veel kennis en ervaring als geavanceerde uitrusting voor nodig. Het lijkt net alsof het water tijdens een seconde bevroor en het ijs tot een kunstwerk maakte. Geniet simpelweg van de rust en de stilte of kies voor een intense natuurervaring tijdens een hondensledentocht of een wandeltocht op sneeuwschoenen. Houdt u meer van een hoger tempo, dan kunt u een sneeuwscooter huren en er zelf mee op pad gaan. Het is echter aan te raden met een gids mee te gaan, die u dan naar de mooiste plekjes leidt. Hier vindt u tevens een van de beste mogelijkheden om 's winters via een gat in het ijs ridderforel en zalmforel te vissen. Ja. De natuur verandert snel. Hier kunt u het resultaat zien van het ernstige noodweer in Zweden sinds duizenden jaren. De regen zorgde ervoor dat er 500 keer meer water was dan normaal. En in een paar uur tijd groeide het kleinste beekje uit tot een woeste rivier. Hele bossen en grote rotsblokken werden door al dit water meegesleept en creëerden deze chaos. Nu moet het bos zichzelf weer herstellen en daar zal veel tijd overheen gaan. Maar over 100 jaar zal dit niet meer te zien zijn. De bomen zullen vermolmen tot humus en aarde en nieuwe bomen zullen weer opgroeien. Gras en mossen zullen de oevers weer bekleden en de beek zal weer kabbelen zoals nooit tevoren. Op en rondom dit hooggebergte leven ook de wilde dieren. De lynx, het lenigste dier in het bos, is in aantal toegenomen. Het is onze Scandinavische tijger.
Eland heeft hier altijd geleefd. Trots en sterk verzamelt hij 's winters zijn eten in de dalen en 's zomers graast hij van het malse gras hoog in de bergen. Of neem nu de beer, het in Zweden bekende kinderliedje over een kleine jongen die een wilde beer bosbessen voert, is in dit bos ooit echt gebeurd. De beer is hier gedurende 100 jaar een zeldzame gast geweest, maar tegenwoordig neemt ook dit fantastisch sterke dier in aantal toe. In dit gebergte vindt hij alles wat hij nodig heeft, namelijk veel eten en beschutting. Het hooggebergte is uitgestrekt. Hier kun je lange wandeltochten maken op de hoogvlaktes die tientallen kilometers wijd zijn, zonder ook maar een weg te kruisen. Al wandelend realiseer je hoe klein de mens eigenlijk is. Wanneer je bovenop deze vlaktes de sporen van de zeebodem in de stenen bekijkt, is dit nauwelijks vatbaar. Vissen in riviertjes, beekjes en meren naar zalmforel, ridderforel, vlagzalm, baars of snoek. Kanoverhuur, beren, eland en beversafari, elandenfarm, bosmuseum, militair museum en vele andere tentoonstellingen. Al deze mogelijkheden garanderen u een bezoek aan ons, dat tot ongelooflijk veel nieuwe ervaringen en uitdagingen leidt. Fuluvia Natuurreservaat en haar omgeving is een heel speciaal en spannend complex. En voor iemand die te voet wil trekken, is hier heel veel te zien en te beleven.